Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de maartreading doen voor de boogschutter. Hallo boogschutter. Nou, wat ik ook bij de andere tekens aangeef. Maart, nieuwe maand, krokusjes, lente, fris, helder, groen. Zo'n andere maand dan januari en ook februari. En misschien herinner je nog de tea leaf van februari, die echt januari wegblies. Nou, dat geldt ook voor februari. Dat gaat zo meteen ook. Die maand gaat ook voorbij. En we gaan kijken wat er voor jou is in de komende maand. Tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert. Probeer het niet te laten matchen als je het helemaal niet zo voelt. Maar het is natuurlijk mooi om de reading ook nog eens terug te kijken. En ook dagvibes in de playlist. Want er zijn altijd dingen die weer raken. En vooral als je intuïtief gaat kijken, hè, dan zul je zien van jeetje, daar ben ik net mee bezig. Wat is er voor de boogschutter? En mocht je even ruggespraak willen, inzicht willen, dan kun je me bellen. Het staat allemaal in de videobeschrijving. En een persoonlijke reading kan natuurlijk ook. Oeh, ze klappen zomaar om, boogschutter. Het is duidelijk. Oeh, dit is veel te veel. Kijk eens, het zijn er twee. Ik pak alleen de onderste die op de tafel raakt met de andere. Ik ben heel erg benieuwd. Je houdt jezelf voor de gek. Er is hier een boogschutter die zichzelf voor de gek houdt. Zelfbedrog. Omdat het je beter uitkomt? We gaan kijken. Je wil ergens niet aan. Je wil ergens niet aan. Financiële oppepper krijg je. Dat is goed. Er komt iets financieels, iets wat je nodig hebt. En er is een kangaroo. Het is belangrijk dat je een plan maakt. Ik probeer het altijd even letterlijk te vertalen. Ik kom er zo op terug als ik de andere kaarten zie. Maar er is iets waarmee je jezelf, ik denk dat het ook met verloochenen te maken heeft. Je bent ergens niet jezelf in, omdat je denkt dat dat niet goed genoeg is. Maar de hele periode heeft ook te maken met, ik denk dat je ook iets achter je laat, iets rommeligs, iets verwarrends, iets misschien te veel pijlers uit hebben staan. Want het is belangrijk dat je een plan gaat maken. Dat je meer de focus gaat leggen en ook wat haalbaar is en wat jij aan kunt. Heeft ook te maken met dat jezelf saboteren. Het lijkt wel alsof je boven je macht iets probeert en dat dat vaker voorkomt. In werk, in liefde, dat je mooier wil zijn, leuker wil zijn. Dat je denkt dat je niet mooi bent, dat je niet leuk bent. Dat het altijd net een tandje meer moet zijn dan wat jij niet bent. Kort gezegd, een boogschutter die op zijn tenen loopt, zijn tenen of haar tenen. Ik ga kijken. Ja, als je gewoon jezelf zou kunnen zijn, wat zou dat ongelooflijk makkelijker zijn en enorm rust geven. Ja, het zijn roerige tijden in te veel. Te veel, waardoor je eigenlijk niet toekomt aan iets echt doen. Iets helemaal doen. Dit is ongelooflijk, hè? Er liggen hier twee geldkaarten. Let op je geld, boogschutter. Let op je geld. Er is wel balans, maar op een of andere manier heb ik toch het gevoel dat er meer uitgaat dan dat er inkomt. Misschien dat je ook op dat vlak toch ergens jezelf voorbij rent. Dat je, wat ik net al zei, dat je boven je macht wil leven. Hè, met, dat kan zitten in uiterlijk, het kan zijn in presteren op werk. Dat je iets op je hebt genomen wat je eigenlijk niet erbij kan hebben, omdat je al druk bent. Of dat je iets hebt op je hebt genomen wat niet in jouw winkeltje thuis hoort, waardoor je eigenlijk niet weet hoe je het precies moet doen. Het lijkt wel alsof je indruk wil maken, waar helemaal niks mis mee is, maar je kan ook indruk maken door gewoon jezelf te zijn. Want je bent al leuk en mooi en slim.
Ja, en misschien dat het op geldvlak ook wel zo is. Dat je denkt, nou, als ik in die schoenen heb, of dat kledingstuk, of ik neem iemand mee naar een dure eettent, dan ben ik vast wel. Het lijkt wel alsof je indruk wil maken, laat ik het zo zeggen. Er staat een deur open. Er zijn zoveel mogelijkheden. Er zijn zoveel mogelijkheden. Lieve boogschutter, in deze legging betekent het ook, er staat één deur open. Hou het bij één plan op dit moment. En met een plan bedoel ik een project, een doel, iets wat je voor ogen hebt. En dat plan zou heel goed kunnen zijn, stap voor stap, doen wat bij mij past. En als je te veel wilt, of het anders wilt, dat is prima. Maar kijk ook naar wat bij je past. Want misschien wil je wel dingen, boogschutter, die niet bij je passen. Die wil je wel, maar die passen misschien niet bij je. En het is altijd mooi, hè? Groots dromen, groots denken, prachtig. Maar als je een te grote broek aantrekt, dan word je daar zelf niet gelukkig van. Want dan kun je jezelf niet bijhouden. Kijk eens. Oeh, er is nieuwe liefde in je leven. Ik zeg het verkeerd, omdat ik het vertaal. Er komt nieuwe liefde in je leven. Nou, laat diegene maar binnenkomen, zou ik willen zeggen. Durf je je deur open te zetten? Als het zich aandient? Wauw. Prachtig. En probeer jezelf te blijven en niet iets te saboteren bij jezelf. Het niet mooier maken dan dat het is. Laat het echte liefde voor je zijn. Twee harten. Het gaat hier om een liefdesrelatie. Twee harten. En natuurlijk kunnen die twee harten ook iets anders zijn. Hè? Moeder, dochter, vader, zoon, enzovoort, enzovoort. Daar gaat het niet om. Maar ik proef wel hieruit dat het met een relatie te maken heeft. Je komt jezelf tegen door jezelf in de maling te nemen. Door jezelf eigenlijk een beetje te bedriegen. En daardoor ben je ook niet eerlijk tegen een ander. Probeer in een nieuwe situatie, in de komende periode, waarin die deur open staat. Het is niet alleen de deur van naar jou toe. Maar probeer ook die deur. Kijk, die deur gaat naar binnen open, hè? De deur open doen voor iemand anders. Durf het maar toe te laten, boogschutter. Durf het maar toe te laten. In alles wat je bent en wie je bent. Prachtig. Ik wil nog een kaart. Deze moet eruit. Wat is dit? Bad timing. Ja, je bent nog niet klaar voor die liefde. Want je bent nog met jezelf bezig. Maar die liefde die komt op het moment dat jij beseft dat je inderdaad jezelf saboteert. Komt goed. Alles is er op het moment dat het er moet zijn. En misschien heb je helemaal nog geen zin in een nieuwe liefde. Maar als het werkelijke liefde is, dan ontkom je er niet aan. Ik ga naar de Osho Zen. Wat is er voor de boogschutter voor de komende periode waarin tijd vloeibaar is en het zomaar kan gebeuren dat het gebeurt op het moment dat je deze reading ziet, later of nu? Luiheid. Kijk eens, iemand die achterover leunt. Ik zou bijna willen zeggen, dit is wat jij mag doen. Dit is jezelf zijn. Voor mij is deze kaart jezelf zijn. Lui zijn. Lui zijn in de zin van, ik hoef niks te doen, want ik ben al goed zoals ik ben. In die zin luiheid bedoel ik, hè? Je probeert je in allerlei bochten te wringen om vooral af te drijven van jezelf, omdat je op een of andere manier in je hoofd hebt geprent dat je dan leuker bent. Of wat er dan ook is, hè, de situatie. Leuker, slimmer, mooier, wat het ook is, sneller. Ga maar achterover zitten, boogschutter. Het is werkelijk ongelooflijk. Ik ga het zo meteen voorlezen. Het is ongelooflijk. Je hoeft niets te doen, want je bent goed zoals je bent. En dan komt er ook echte liefde op je pad. Want iemand wil dat jij authentiek bent. Iemand wil niet dat je een masker draagt. Want dan kan diegene jou niet leren kennen.
Het klinkt veel makkelijker dan het is, ik weet het, maar het ligt hier. Ben je 68 misschien? Misschien ken je wel iemand die 68 is, een boogschutter die dit meemaakt. Kan ook zijn iemand in jouw energie die dit meemaakt. Ik ga kijken. Laziness, luiheid. Deze meneer vindt duidelijk dat hij het gemaakt heeft. En mind you, hè, wat ik nu voorlees hoeft niet te maken te hebben met wat ik intuïtief duid. Maar ik ga het wel uit de Osho voorlezen. Misschien herken je jezelf. Deze meneer vindt duidelijk dat hij het gemaakt heeft. Hij zit in zijn grote luie stoel met zijn zonnebril op, in de schaduw van zijn parasol, met zijn roze pantoffels aan en zijn pina colada in de hand. Hij heeft er de energie niet voor op te staan en iets te gaan doen, want hij denkt dat hij het al heeft gedaan. Hij heeft nog niet omgekeken naar de spiegel aan zijn rechterkant die om hem heen aan diggelen valt. Een onmiskenbaar teken dat de positie die hij eindelijk bereikt denkt te hebben, vlak voor zijn ogen dreigt in te storten en te verdwijnen. De boodschap die deze kaart geeft is dat dit vakantieoord met het zwembad niet je uiteindelijke bestemming is. De reis is nog niet voorbij, zoals de witte vogel die de oneindige ruimte invliegt je wil laten zien. Ik ga even kijken waar die vogel is. Kijk, hier zit die vogel. De reis is nog niet voorbij. Je zelfgenoegzaamheid komt misschien voort uit een gevoel dat je werkelijk iets hebt gepresteerd. Maar nu is het tijd om verder te trekken. Hoe zacht je pantoffels ook zijn, hoe lekker de pina colada ook smaakt, er wachten je nog oneindige verten om te verkennen. Als je lui bent, geeft dat een negatief gevoel. Je hebt gewoon geen energie, je voelt je mat, je voelt je slaperig, je voelt je doods. Als je in een staat van niet doen bent, ben je vol energie. Dat is een heel positief gevoel. Je zit vol energie, je stroomt ervan over, je straalt, je bruist, je vibreert. Je bent niet slaperig, je bent volkomen alert. Je bent niet dood, je bent springlevend. De kans bestaat dat een mind je voor de gek houdt. Hij kan redeneren dat luiheid hetzelfde is als niet doen. Hij kan zeggen, ik ben een zenmeester geworden of ik geloof in de Tao. Maar een ander houdt je niet voor de gek. Je houdt alleen jezelf voor de gek. Wees dus op je hoede. Ja, ik ben echt weer zo verbijsterd over deze kaart. Omdat deze kaart bevestigt waar ik de reading al mee begon. Je neemt jezelf in de maling. Je bent niet authentiek. Je denkt ermee weg te kunnen komen voor jezelf om te doen alsof. Je draagt een zonnebril, een masker. Je wil niet jezelf zijn omdat je denkt dat dat niet leuk genoeg is of niet slim genoeg is of niet snel genoeg is. Lieve boogschutter, het is ongelooflijk. Ik wil bijna nog een keer lezen, maar je kunt het terugluisteren uiteraard. De luiheid heeft te maken met span je niet zo ontzettend in om iemand anders te willen zijn. Want dat is inspanning, dat kan niet anders, omdat je bij jezelf weg hebt. Er is hier een boogschutter die echt bij zichzelf vandaan hebt, omdat je op een of andere manier een automatische gedachte in je hoofd hebt zitten, een negatief geloof, zo noemen ze het ook wel. Ik doe er niet toe, ik ben niet leuk. En dat je daarom anders moet zijn. Maar ga maar terug naar jezelf. Geef jezelf de rust om te kijken wie jij bent. En kom erachter dat het makkelijker is om lekker op platte voeten te lopen in plaats van op je tenen. Ah, je hoeft niet iemand duur mee uit eten te nemen. Met een kreeft op zijn bord. Dat hoeft niet. Wat is er lekkerder dan gewoon boerenkool met worst te maken in je eigen keuken? Je bent goed zoals je bent. Er is hier werkelijk een boogschutter die erachter komt. Want je kunt niet meer op je tenen lopen. Je bent moe. Je bent moe van dat masker wat je opzet naar buiten. Ha, ik voel helemaal die opstanding in mijn buik van het... De adem die te hoog in je keel zit, omdat je iets op probeert te houden. Een farce. De deur staat open. Allerlei mogelijkheden.
Maar deze deur wil zoveel meer zeggen. In elke reading kan een kaart een andere betekenis hebben, een andere duiding hebben. En in deze legging speelt het een hele duidelijke hoofdrol. De deur gaat naar binnen open en de deur, je kunt erin en je kunt eruit. Ga je naar binnen bij jezelf en durf je andere mensen toe te laten om bij jouzelf binnen een kijkje te laten nemen. Nou, lieve boogschutter, ik wil nog één kaart pakken, ook al is het eigenlijk al een compleet plaatje. Het is ongelooflijk wat hier ligt. Een wensput. Ben je misschien 48? De wensput. Je wenst zoveel. Ik vind het ongelooflijk, de wensput. Je wenst eigenlijk de dingen die buiten je bereik liggen. Of omdat je het niet aan kunt, of omdat het niet bij je past, of omdat het gewoon niet goed is voor je, dat je het niet nodig hebt, of omdat het gewoon ja, op in het algemeen geen haalbare kaart is. Net weer op de verkeerde persoon vallen, iemand waar je eigenlijk ook niet bij past en waar je ook op je tenen gaat lopen. Je zoekt steeds de dingen waarbij je op je tenen moet lopen. Omdat je kennelijk iets wil bewijzen naar jezelf, dat het nooit goed genoeg is zoals jij zelf bent. Lieve boogschutter, ik hoop dat je in die wensput de briefjes kan kopen, of de briefjes kan werpen met de dingen die dicht bij jou liggen. Want die zijn veel makkelijker haalbaar. Dan kun je achterover gaan zitten, dan kun je lui achterover gaan zitten. Eigenlijk hoef je niks te doen. Misschien mag je gewoon eens je verlangen in jezelf gaan voelen van wat wil ik nou eigenlijk? En dat is te beginnen met dat masker af te gooien en jezelf toe te laten in die liefde. Het is echt heel bijzonder wat hier ligt. Ik ga het nog wel even voorlezen, want dat doe ik bij de andere leggingen ook. 48. Ik ben heel benieuwd. Het is zo'n prachtige reading. Verlangen is de heilige prikkel om te leven. Voel dit, maar laat alle gehechtheid aan eigendommen los. De belangrijkste prikkel om het leven te creëren is verlangen. Nu zie je de relatie tussen verlangen en inspiratie en voel je het moment van de waarheid. Wanneer je het begin van nieuw leven voelt. Het is een aha-moment, wanneer alles zin heeft. Misschien her en erken je een zielsverwant, of word je zwanger, of krijg je een idee. Deze kaart toont je de aanwezigheid van krachten die je nog niet had opgemerkt en die je in staat stellen om een nieuw begin te maken. Dat is ook wat hier ligt, als je beseft dat je inderdaad moe bent van het op je tenen lopen. Het is ongelooflijk, hè? Wat ik net ook las, het heeft te maken met de waarheid. De waarheid van het begin van nieuw leven. Goddelijke intelligentie activeert het veld van mogelijkheden, waar op een magische manier ook een nieuw leven wordt geschapen. Jij, nog een ander, weet op welke manier dit gebeurt. Of waarom. Het gebeurt gewoon. Tot dat punt kun je het groeiproces niet controleren. Liever gezegd, je mag een stapje opzij doen om een kanaal te zijn voor hogere krachten. Je mag vooropgezette ideeën over de manier of het tijdstip waarop deze nieuwe schepping verschijnt loslaten. Maak je eigen plan. Het is ongelooflijk. Wat ligt hier nou? Maak je eigen plan. Het staat hier in de magische wegwijzers. Maak je eigen plan. Je eigen plan. Niet andermans plan. Maak je eigen plan en onderneem actie door een munt in de wensput te gooien. En vertrouw dan op spirit. Wees erop voorbereid dat je verbaasd zult staan. Het is echt fantastisch. Verlangen is de heilige prikkel. En wat ik een beetje het gevoel heb is dat er hier een boogschutter is die blijft liever in het verlangen zitten. In plaats van het ook werkelijk tot daden te laten komen. En als je altijd maar in het verlangen wil blijven zitten, Dan blijf je ook in het niet haalbare, want dan kun je altijd blijven vervangen. Maar er is dan nooit een doel of een bestemming die gerealiseerd wordt.
Ah, en dat is helemaal niet erg, maar ik heb het gevoel dat er hier een boogschutter is die ervan baalt om niet zichzelf te kunnen zijn voor zichzelf. Want je kunt wel jezelf zijn. Probeer het maar. Het is echt iets wat er in de komende periode gaat ontspruiten, omdat je moe bent van het op je tenen lopen. Ga lekker op je blote voeten, letterlijk in het gras, in de aarde, in het bos. En voel hoe het is om gewoon op je voeten te lopen in plaats van op je tenen. Wat een rust komt er los. Nou, lieve boogschutter, succes! En let op je geld, hè!